Project Vrees met grote vrezen is hierbij ten einde. Want dit gaat niet meer goed komen. Jammer, jammer. We gingen hem strippen. Hij lekte dus daar al door die as heen. De asstomp aan die kant, die hebben we eraf gehaald. En hier is de andere kant. Die asstomp is ingelopen op het kogelaar en daardoor dicht hij niet meer goed af op de kering. Ging die hangen in het kogelaar en dan je kering zat onderin, zat goed. En bovenin, nou ja, onderin zat echt te verder in, meer van de lekte die niet. En bovenin ging die dan over de kering heen, ging die lekken. Dus nou ja, aan de bovenkant van de kering, zeg maar, aan de bovenkant van het gat. En dat is nog wel te maken, dus dat ding ligt ook bij een plaatselijke metaalbewerker. En toen gingen we verder strippen en toen werd het alleen maar erger. Kijk, het deksel ging al kapot, maar dat was al kapot en dat lekte ook. Daarom hebben we hem ook open gemaakt. Nou, dit kogelaar, dat zit ook. En trouwens ook dat kogelaar, deze. Kijk, je ziet misschien wat tonnetjes, maar die liggen daar. Die drie. Maar dat hoort natuurlijk al wat minder. Kijk. Nou ja, in ieder geval, dat is het meer spinning op als het hoort. Dus die moest je ook al vernieuwen. En dus dat kogelhagen, die fitting, die as oplassen of afdraaien en bussen. Nieuw deksel, dat kogelhagen, zei ik het al. Nou ja, doe maar die. En dan dat probleem. En eentje verderop, een tand, die zit nog wel aan, maar die is ook voor iets. Die heeft ook iets een tik gehad, er zit iets een bocht in. Plus nog hier al ergens. Dat is deze. Of een andere tandwiel. Ja, hier al. Die was ook kapot. Dat was op zich niet zo'n punt, want hij heeft twee versnellingen. Maar ja, het is allemaal dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit. Plus dat de slipkoppeling een beetje, nou ja, niet aangedraaid was. Dan ga je ook denken van, dat is raar. En, nou ja, het is allemaal dingen bij elkaar. Ik heb gezegd van, joh, dit stopt hier. Dus, tja, dat is afgelopen. Maar het goede nieuws is dat we, deze is verkocht trouwens, die gaat maandag weg. En ik heb een andere frees gekocht. En die zullen jullie nog wel zien. Dit is hem dan maar geworden. De nieuwe frees. Een boxer. Zijn niet, het is geen kun of zo, maar het dier had er goede ervaringen mee en nou ja, hij was aantrekkelijke prijs. Je kunt ook zo opzoeken op internet wat die dingen kosten hoor. Dan worden er best wat aangeboden en nou, ik heb niet te veel betaald, maar kan ook voor minder. Alleen nou die kleppen, dat is wel een beetje jammer, hè? Moet je zien, zo'n bout je die kleppen, je achterklep kunt verstellen. En ik was hem aan het verstellen, maar hij gaat niet verder als dat. Kijk, en dan moet ik die kruimenrol ook een gaatje verder naar achter zetten. Die moet, want je gaat hij naar van hier gaat hij naar hier. En dan kan het wel. Ik ga een lampje opmaken. Ik had er even niet rekening mee gehouden. Natuurlijk de ene kant wit is en de andere kant rood. Ja, dat zien jullie niet, want het zijn ledlampjes. Dat is het probleem ook een beetje.
Maar ik heb dus skit gedaan. Ik moet ze even omwisselen. Ja, en de zonige die ik ben. En natuurlijk even die trekbandjes weer losgemaakt. Maar een dag, of ik begin er alweer aan te prutsen. Te lassen en te doen. Maar ja, er is een probleempje. Dit zit hier al. Eigenlijk dat zit... Dat zit daar al. Nou, die plaats zit nog achter, die moet daar in het hoekje. Het zit allemaal best mooi. Het is een best mooie constructie, vind ik. Want je hier, een pinnetje zit daarin. Nou, als die versleten is, hoppakee, zo'n nieuw. Dan kun je op zich gewoon een nieuw inlassen. Ik vind het wel een mooi systeem. En dit, ja, als dat versleten is, kun je het op zich uitbussen. En anders kun je het gewoon een nieuw stuk uitlaten uitsnijden. Ik vind het, is wel plek over nagedacht. Dat kun je niet zoveel zeggen van die Chinezen. Maar het punt is, toen we hem kochten, zat hij zo. Die gaten, die vier. Die twee bouten zat natuurlijk daar ook. En dan zat ik gelijk tegen een probleem aan, want dan kwam die kap. Deze kap kwam heel snel tegen die rol aan. Nou, natuurlijk gelijk verzetten, hoppatee, in die stand. Maar nog steeds hetzelfde probleem. En dat kan ik wel even laten zien. En hier kun ik, ja, hier dat. Dat slijtplekje. Daar komt dat tegenaan. En aan de andere kant hetzelfde verhaal. Aan de andere kant nog een beetje erger eigenlijk. Want daar is toch wel ietsje in het ijzer gesleten naar een halve bunder. Maar goed, dat is niet zo raar. Ja, en daar zie ik wel een beetje problemen mee, want die kap moet al aardig ver open. En waar die onderste standen voor zijn, dat snap ik helemaal. Ja, misschien als je heel ondiep vreest, dat zou het wel kunnen zijn. Maar goed, ik wil eigenlijk dit. Dat dus. Dat wil ik. Kijk, want nou heb ik hem ongeveer op die plek staan waar hij zou komen. En heb ik genoeg ruimte. Zat ruimte, daar komt er nooit echt aan. Maar ja, ja, dit is natuurlijk een beetje slapjes lijkt mij. Dat komt niet goed. En het liefste zou ik hier al een stuk aanlassen met extra gaten. Maar dan moet ik dat helemaal losmaken. Dat ik geen trekken. Dus ik doe het hier aan. Nou, zoals je ziet, die frees staat hem nog. Want iemand wou hem kopen. Maar die beste man die meende dat ik hem... Ik dacht ook wel... Redelijk duidelijk gezegd dat het voor onderdelen was, tenminste. Geïnsinueerd. Nou ja, toen maar. In ieder geval, hij meende van dat hij me in elkaar kon zetten. En toen zei ik wat er allemaal aan markeerde en toen zag hij dat ik ook niet meer zitten. Oh, 200 euro. Ja, haha. Want die messen zijn richting de 600 waard. Dus doe maar. Dus dit ga ik doen. Ik had gelukkig een mooi stukje ijzer liggen. Maar ik heb lineaal gelaten. Met lineaal. Oh. Of. Kijk, wat heb je die nou gelaten? Ja, het is hier al soms een magische omgeving. Dingen verdwijnen zomaar. Stom is, ik doe het zelf ook. Ik doe het vooral zelf. Oh. Dat heb ik hier gelegd voordat ik de camera opstartte. En bedankt. Kijk, het is 8x8. Kijk, 8 was afstand, 8. Kijk, 16, dat komt er hartstikke mooi daar terecht. Ik heb maar een beetje extra vlees. Ik heb een half centimeter extra gepakt. Dat ik als wat dat had. Dat maakt er geen zak uit. Dus ik ga die er aanlassen. Ja, ik zit het een beetje vlak. Nog beter aan de andere kant kijken. Dan gaan we beter. Ja, dat is hartstikke mooi. Kijk. En ik heb er een stukje ijzer onder. Met lijmklemmen. Dat ik het mooi kan maken. Kijk. Ik wou liever niet hier al in gaan slijpen. Want dan zit je soms in de gaten. Maar ik zie al wel, ik moet er even opnieuw beginnen, want deze stuk ijzer die is niet schuin genoeg naar mijn zin. Maar goed, dan ga ik zo lassen en dan moet ik er twee gaatjes bij boren. Dat is, was het ook alweer, volgens mij M16. Ik weet dat wel vrij zeker, ik heb hier al ergens een M16 boutje liggen. Een betere raad dan voorraad. Ja, dat is M16. Ja. Deze is volgens mij 20. Het was een vrij nieuwe boor. Nee, die is het niet. Dit is volgens mij 20. Ik kan daar geen zak van zien. Ja, 20. Dus even kijken of jullie het kunnen zien. Ja, zie je dat? 20.0.
Hé, hier zit hem. Ja, dit zal hem al zijn. En ik weet eigenlijk niet of het nou 16 of 16,5 is, maar dat maakt ook niet uit. Ik is anders die hier. Dat is volgens mij 25,5. Maar goed, hier kunnen we mooi straks een gaatje boren. Niet in één keer natuurlijk, het is gewoon weet ik wat, een 8 mm gaatje of zo, 6 mm. Nou, ik ga dus even opnieuw beginnen. Ja, dan flikkert hij eraf natuurlijk. Ja, ik wil er een beetje meer vlees hebben. Kijk, ik heb maar echt weinig ruimte voor de last, dus ik wil het een heel stukje schuiner hebben. Ja, dat doen we toch maar wel. Ik wou ergens even naar mijn jasbedrijf gaan, dat ze hun doen. Maar, nou ja, dan moet ik nog maar wachten of die last er is. En, nou ja, ik ben er te ongeduldig voor, dus ik doe het zelf wel. Dat is een poos geleden dat ik hem zo duidelijk gezien heb. En als je goed kijkt, iets naar voren, zit er nog één. Zo. Heel vaag. Het lijkt erop dat het goud tussen de windmolens ligt. Nou. Dus goed, dus laatste blik van die machine. Ja, die is ingeruild. De schurk. Moeten we in het verkopen nog even vertellen. Alles is in de eerste keer. En zo ook bemesten op een wintertarwe. Nou, daar is het hoekje. Je kunt zien dat de deur, mijn raam enigszins aan een wasbeurt toe is. Dat is hartstikke mooi zo. De plek waar het kaal is. Het wordt wel een beetje, lijkt net alsof je... Nou ja, dat zit niet zo netjes. Dat zie je wel daar een beetje. Filmen we gewoon die kant op. Wat we niet zien, is er niet. Nou, bijna leeg. Nog een vrachtje halen. Kijk hier ook, joh. Beetje jammer. Nou, bijna op kopeind. Doen we de afstandskas uit. En de licht naar boven. Oeh, die hangt een beetje door naar het land. Dat moet ik ook niet hebben. Dus een tandje geven, iets harder rijden. Niet te hard. Dat zijn we delen. Nou, op daar. En gaan. Kijk, hartstikke netjes. Groot perceel. Ik wil een erg klein perceeltje. Nou, is hij bijna leeg? Kijk, mij is het zien. Ik ben leeg. Een klein beetje zachter rijden. Ja. Die gangetje is leeg. Hoppata. Vaarbare stront halen. Wie kent?